Ik heb nergens geen last van, dan enkel mijn neus. Maar dat is hooikoorts. Daar hebben we dit handige spul voor. Ja, eigenlijk van de huisarts gekregen. Dat is alweer een beetje uit elkaar. Nu staat er over die auto heen, staat er een in die andere tuin. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is reeds al 9 minuten over 3 en we leven op dinsdag 24 maart. Ja, de tijd houdt geen schaf wanneer je zelf niks doet. Nou, ik heb, ondanks dat ik net wel in de kleren ben, al wel weer een heleboel dingen gedaan. Ik was ook bij tijd eruit. Want donderdag zou de monteur komen voor de scootmobiel. Krijg ik vanochtend een telefoon. De monteur kan ook vandaag langskomen. Oké, en hoe laat? Nou, tussen een uur of 2:30 en 5. Oké. Ik moest naar de wc, Rijker moest de tuin in, dus ik ga op dat moment ook naar beneden. En Rijker die is buiten en ik denk, nou weet je wat, ik geef gelijk de dieren even te eten en ik eet zelf en een bakje koffie. En dan nog even naar bed, kan ik even nog met Rijker stoeien. Staat er wel deur op mijn deur? Pardon, dat is niet tussen 2:30 en 5. Nee. Maar ja. Hij heeft uitgelegd wat er aan de hand was. Hij heeft het klokje gelijk gezet, maar al met al weet ik nog niet hoe het klokje nou verzet moet worden. Want hij mocht niet binnenkomen, maar hij had van die handschoentjes aan. Hij mocht mij niet aanraken. Nou oké, ik heb er een begrip voor, maar aan de andere kant, ik pak de sleutels en die moest ik op de picknicktafel neerleggen, want hij moest naar de schuur toe. Heb ik in mijn hand, leg ze neer. Hij pakt ze toch ook dan weer. Daarom, ja. Hij had nog een handschoen aan, maar dan nog. Bullshit allemaal. Virus hangt in de lucht. Dat adem je in en je krijgt het of niet. Een ander niet, die vergeet dit te doen of dat te doen. Ze zegt niet in je handen. Nou, vroeger deed het ook in je handen, je was je handen klaar. Dan moet je dat steeds doen. En dan moet je na die tijd een ander begroeten op die manier. Mag ook trouwens niet meer, het is nou zo, ja. Maar oké, je mag niet dichter bij elkaar komen, dus je kan dat ook niet eens doen. Dat is geen 1,5 meter, nee. Maar oké, het doet er allemaal niet toe. De winkels die hebben nou deurportieren, noem ik dat maar. En er mogen maar zoveel klanten in de winkels komen. Je bent verplicht om een winkelkarretje of een mandje te nemen, dus ja. Hoefde ik vroeger nooit. Ik deed gewoon ik zette de tas bij mijn benen neer en dan deed ik het in de tas en bij de kassa. Je moet het alweer uitladen. Ja, dus hoezo een mandje? Grijp ik ook niet. Nee. Het is om het even. Hun komen niet eens niet eraan. Nee. Nou ja, oké, maakt niet uit. Ze moeten meer beleid hebben dat ze 1,5 meter van je afblijven. Ja. Ook die vakkenvullers, als ik eraan kom rijden. Ik kan niet mij gesmaller maken dan ik ben. Hun kunnen even aan de kant gaan staan tegen de stelling aan. Dus, maar ja, oké, maakt allemaal niet uit. Ik wou net zeggen, let goed op jullie zelf. Let ook op een ander. Blijf 1,5 meter liefst verder van elkaar vandaan. Begroet elkaar, praat met elkaar, maar blijf op 1,5 meter en blijf ook zoveel mogelijk binnen. Ik ga zo meteen wel even genieten, want ik ben er nog niet uit geweest. Even lekker met Rijka lopen. Even genieten van het mooie weer. En ik weet niet hoe ver ik ga lopen. Ik heb ook eventjes niet veel zin in dingen te doen eigenlijk. Want het zit me toch allemaal niet lekker, hè. Ik ga het toch over zitten te praktiseren. En dan heeft mijn zwager heeft. Ook hoogwaarschijnlijk, want hij heeft de symptomen ervan. Maar hij is gelukkig nog wel thuis. Ik heb nergens geen last van dan enkel mijn neus. Maar dat is hooikoorts. Daar hebben we dit handige spul voor.
Ja, eigenlijk van de huisarts gekregen. Dus dat is schudden voor gebruik en dan in je neus spuiten terwijl je voorover staat. En nou ja, dat duurt een paar dagen hopelijk en dan is het ook weer voorbij. Dus ja, in principe mag ik nou ook niet naar buiten, maar ik heb wel een viervoeter die naar buiten moet. Ja, dus ik kan er niks aan doen, dat is nou helemaal zo. Ja toch? Ja. En ik blijf altijd bij anderen vandaan. Ja, simpel. Nou oké, okay. Lieve vrienden, het is gewoon hooikoorts wat ik heb. En dat zijn er meerdere, want dat ook die polen die zweven weer door de lucht. Het is ook gemeld met het weerbericht, met het nieuws gisteravond. Dat wij daar weer last van zullen krijgen. Ja, nou, en om dan binnen te blijven zitten, kom op zeg. Nee, ik moet mijn hondje uitlaten. En wij mogen ook frisselijk. We zijn verder niet ziek, weet je. En we doen het dat al, dus ja. We passen wel op, ik tenminste wel. Ik heb respect voor de anderen. Laten ze ook respect voor mij hebben en blijf op afstand bij mij. Ik blijf op afstand van de ander. Ja. Nou, lieve vrienden, geniet zo verder. Doe wat je doen moet en doen wilt. Doe leuke dingen met de kinderen. Desnoods ga je in je tuin zitten als je die hebt, jas aan. En dan lekker gezellig buiten even van mijn paar bellen blazen. En dan laat je hond of je kat erachteraan vliegen. Leuk! Ja! Yeah. Dus ik zou zeggen, geniet ze en we spreken elkaar straks vast en zeker wel weer. Toedeledokies! Hallo lieve vrienden, we zijn weer thuis en we hebben een lekker pittig blokje om geweest. Even naar de geschiedenis, dan kan ik even kijken. We hebben gelopen 1,51 kilometer. Nou, dat is een flinke route, zal ik je vertellen. Dat blauwe lijntje. En wie heeft er meegelopen? Samen met mij en Rijka. Diegene die nu in de vensterbank zit. Gandalf. Gandalfie. Grote jongen, hè? Ja. Hele grote jongen. Dus ja, die lopen natuurlijk ook heel wat af, maar hij is nog nooit zo ver mee geweest om te lopen. Dus ik ben wel trots op hem dat hij netjes bij me is gebleven. Ja, meestal gaan ze hun eigen weg, weet je, maar ik ben echt trots op hem hoor, wat daarover gaat. Ja, dus, nou en onderweg kreeg ik wat berichtjes doorgestuurd, dus dat moet ik nog even bekijken wat dat allemaal is. Ze zijn hier al in de tuintjes bezig, maar ai, twee heel dicht bij elkaar. Oei. Ja, dat mag er niet. Die andere zit in de andere, en daar zit er eentje te rhinotalaxeren. Auw, daar loopt er nog een. Tjonge nog aan toe, mag niet. Werken is er niet bij. Dan zijn er twee aan het werk en dat is in dit tuin hier vooraan. Die andere staat ook gewoon zo met een ding met een stok in zijn handen. Die zit op het muurtje, die andere is erbij gaan zitten. Luiaard. Ik draai hem even om het beeld. Ja, tot zometeen. Dat is alweer een beetje uit elkaar. Nu staat er over die auto heen, staat er een in die andere tuin. Daar zit er eentje te luieren en achter die auto zit er nog eentje te luieren. Oei. Nou ja, moeten ze zelf weten. Hé, Gandalf. Gandalf hier, hè. En Rijka, hè. Dat is een uienschil. Ja. Weg ermee, moet je niet opeten. Hé? Ja, meisje. Hé? Groot kind. Kan dat ook lief, hè? Zal ik jullie even helpen? Oh, kijk eens aan, dat kan dus wel. Ze kunnen het zelf wel doen. Nou, hoe mooi is dat, hè? Dan kan dat weer af. Dan heeft Rijka weer een baan voor zichzelf. En die gaat Rijka eten. Maar
Oké, lieve vrienden. Hey, een haarmeel. Lekker mijn neus. Rijka. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele fijne, hoe laat leven? Weet ik niet. Namiddag? Ja, namiddag. Het is 6 minuten over 4, dus namiddag. Fijne namiddag, geniet ze en tot later.